ben Schotse kilt aan het maatzien. De kilt is, is de traditionele Schotse rok. Nou is het een officiële mannenrok. Dus dat zit hier in de mode, omskreun in de boeken. Wat ben dit? Dit zijn voorbeelden van de ruitstoffen. De verschillende Schotse families die heb ik hun eigen kleuren en patronen. Krijg ze als deze. Dat is een. Oeps, vergeet ik de naam te zien. Dit is een Henderson. Dit is een van de familie Fraser. En dan hebben we hier van de familie Douglas. Kun je eens wat vertellen over hoe zo'n kilt in elkaar zit? Aan de voorkant is een kilt dus inderdaad heel en dan vlak. Want aan de onderkant hebben we nog zo'n grut vlak. En dan alle plooien, als je even terugdraait, die zitten alle hier op de achterkant. En deze kilt had dan toevallig hele diepe plooien. Nou, ik kies eens even ertussen gaan. Ze wat een hele hoorn. Verdwijnt erin. Je kan de hand erin steken en dan kom je nog geen billen tegen. Nee, precies. Dat je dit ik optillen, er zit zo'n soort staf. Dan door een meisje kan we gauw eens even op straat even nog een keer onder de keeltje. Nou, zat je sjuggen. Je kan onze plooi even loeken, maar je sjuggen niet. Want nou giet het verhaal altijd. Ja. Wat zit er onder een keelt? Nou ja, je sjuggen. Sokken en squon. Dat in elk geval. Ja, een groot geheim. En daar houdt het mij op? Daar houdt het mij op, ja. Draagt hij lekker? Ja, zeer comfortabel. Ja, uitermate comfortabel. Het is in de winter is het noffelijk warm en in de zomer is het noffelijk koel, want het is natuurlijk wol. Ja, via via ben ik in aanraking gekomen bij de officiële Schotse opleiding voor kiltmakers. Zo ben ik daar wat inrollen. En ik ken nou exact een kilt op maat maatje. Maar begreep ik het goed, Hesto, als het ware een soort kiltdiploma hebben? Ja. Als eerste dan ik nog Boeten Scotland, die opleiding die in had. Want het is een officiële Schotse beroepsopleiding. Bist er trots op? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ik vind het echt super. Nou, Hesto, alleger mooie mannen hingen in kilt. Maar wie is nou de mooiste? Nou ja, als filmster natuurlijk is Sean Connery prachtig, maar ik heb correct om de hoeken. Hak nog een hingje, dat is Alan Cumming en dat vind ik toch echt wel de mooiste. Die heeft er een speciaal plakje in de winkel.